uitlaten, banden, velgen, boomboxen, lowriders, mooie vrouwen en volop spektakel in de Autoweek Action Arena. Dit is 100% Tuning. Dit geloof je gewoon echt niet. Deze kerel of dame heeft de afdekplaat van zijn motor bekleed met leer. Mien, waar is mijn achterbank? Hoe verzin je het? Ook op de beurs dit jaar, speciaal voor jullie, een hele VAG-arena. En het thema dit jaar is laag. Dat is ja een richtige schleifmachine. Onvoorstelbaar laag zo'n ding, zeg. Wow, volgens mij heb jij echt wel het allerblitste voertuig van deze hele beurs, of niet? Ja. Waarom heb je dit allemaal zo aangekleed? Omdat ik wil laten zien dat er met een rolstoel ook hoop te doen is. In plaats van gewoon een doodnormale saaie rolstoel. Ja. Kun je hier een beetje mee driften eigenlijk? Nee, dat niet. Heb je nou zin? Ja. Mooi. Veel plezier nog. Daarbinnen is natuurlijk hartstikke leuk en er valt een hoop te zien. Maar laten we eerlijk zijn, na een paar uur auto's kijken ben je daar ook wel klaar mee. En daarom hebben we hier de Autoweek Action Arena, waar serieus gave dingen gebeuren. Hier een korte impressie. En voor wie het echte werk natuurlijk allemaal te duur is, hebben ze hier RC drifters. Afstandsbestuurbare driftautootjes. Dat is nog verrassend leuk. Mijn hemel, en dan maar zeggen dat tuning een stoere sport is. Laten we eerlijk zijn, wat is een zichzelf respecterende tuningbeurs zonder ladingen, woofers, speakers en dikke basboxen? Moet je kijken jong, en je wil niet weten, een herrie hier. Even een rondje kijken. Nou, dit is wel cool. Hier achter mij zie je vijf plaatsen waar particulieren hun auto hebben kunnen inleveren. Het zijn winnaars via Slam FM. En die krijgen dus een gloednieuw audiosysteem ingebouwd. Dat wordt hier live ter plaatse gedaan, zodat de bezoekers hier ook kunnen zien hoe je nou eigenlijk zo'n heel dik audiosysteem inbouwt. Even een kijkje nemen. Hey Alex, jullie zijn hier bezig met de Peugeot 107. Ja. Met die audio installer. Wat gaan jullie precies allemaal doen? Nou, we zijn van plan om een 15-inch subwoofer erin te bouwen. En we passen de deurpaneel aan. En normaal gesproken past er alleen maar een enkel din radio in. En dan passen we het hele dashboard helemaal custom mee aan, zodat je daar een dubbel din in kan bouwen. En waar ben jij nou mee bezig? Nou, ik maak nu tweeterpanelen, dat waren de spiegeldriehoekjes. Ja. Nou, die passen we dan aan, zodat we die speakers erin kunnen bouwen, dat je gewoon een mooie install krijgt. Ja, je moet alles in een hele korte tijd eigenlijk maken, maar we willen wel. Ja, toch laten zien dat car audio nog steeds leeft en dat je van niets iets kan maken in een paar dagen tijd als je met de juiste producten en de juiste mensen werkt. Ja. Hoeveel wat totaal vermogen komt er nou in dit systeem? In dit systeem zit nog maar even kijken.
denk ongeveer 1200 watt continu. Daar kan je het wel mee in een 107. Ja, is leuk. Veel plezier, man. Oké, thanks. Nieuw dit jaar op 100% tuning is de USA Hall, vol met lowriders, allerlei hot rods. De mooiste blinkende Amerikaanse auto's. Al heeft deze hier achter mij een hele duidelijke boodschap. Moet je maar kijken. Zo, je ziet het. De auto's van het Falcon Drift Team hebben flink op hun lazen gehad vandaag. Maar ze worden ook met dezelfde energie weer klaargemaakt voor nog een dag 100% tuning. Dus ben jij nou enthousiast geraakt na het zien van deze beelden? En geloof me, dat ben je. Kan je morgen nog, als je snel bent, naar Ahoy komen? Zou ik zeker doen. Goed bezig, Jur. Wat een beurs.